Ik, Martin, 50 jaar, leef sinds januari 2019 in Costa Rica. Ik ben op 8 november 2019, op straat beland, na het beëindigen van mijn relatie. Ik heb verzocht om hulp, die ik tot nu toe niet heb gehad. De Nederlandse ambassade vertikt het om Nederlanders die in nood zijn, om dergelijke hulp te bieden. Hier als buitenstaander is het onmogelijk om werk te krijgen, sinds de corona is ingetreden. Nu mijn beide ouders kanker hebben, waarvan mijn vader het ergste aan toe is. Ik kan de vlucht naar Nederland niet bekostigen, om afscheid te nemen van mijn vader. Mijn familie kan zelf ook niet helpen, en dus vraag ik u, om de broodnodige hulp om terug naar Nederland te kunnen komen.